De 12 finalisten van de Maranata Scholieren Songfestival 2019 zijn gisteren bekendgemaakt. Het Songfestival is voor leerlingen van de VOJ en VOS scholen. Het is heel belangrijk dat de finalisten goede coaching krijgen, zodat wanneer zij op het podium staan, hun nummers heel goed ten gehore kunnen brengen, zegt Siegmien Staphorst, voorzitter van de voorbereidingscommissie. Lydia Goedhoop is behalve zangcoach ook de initiatiefnemer van het Maranata Scholieren Songfestival. Waarom ik met de voorstel ben gekomen om het Scholieren Songfestival te organiseren is omdat we jong talent willen stimuleren en een kweekfeestje willen organiseren voor de Maranatas. Dat in het bijzonder, alsjeblieft. Want Maranata moet blijven bestaan, toch? Goed tegen. Dat wil zeggen, de mensen die nu jong zijn, gaan later lid worden van Maranata. Misschien niet allemaal, omdat niets verplicht is. Alles is vrijwillig. Iedereen die lid is van Maranata, of het nou het mannenkoor is, het vrouwenkoor, het kinderkoor, of het jongerenkoor, allemaal zijn daar op vrijwillige basis. Maar wat er wel gebeurt, is dat het zangkoor gebeuren in het land wordt gestimuleerd. Staphorst vindt het belangrijk dat er zangkoren zijn in een land. Dat is te merken wanneer Maranata meedoet aan internationale zangkoorwedstrijden. Na de bekendmaking hebben de finalisten een lied ten gehore gebracht, die zij hebben gezongen tijdens het bezoek aan de Panza Groep, de sponsor van het Songfestival. Wij zijn recycle-edition finalisten, we zijn hier bij Panza Groep. De Maranata recycle finalisten, we zijn hier bij Panza Groep. Wij zijn hier met veel plezier en drinken door bier. Dat waren de 12 finalisten van Maranata Scholieren Songfestival 2019. Ze zijn leerlingen van VOJ en VOS scholen. De finale van het Songfestival is op 20 juli. De bekendmaking van de finalisten vond plaats in Theater Uniek.